zeekonijnen. Goedemorgen, het is donderdag en we zijn net wakker. Of iets langer. Zeg eens echt net wakker. Je valt gewoon weer in slaap volgens mij. Hé, hey. Klein meisje, ga je weer verder slapen? Je zit net tegen me te kletsen. Je valt gewoon weer in slaap. Oh, hoe schattig. Nog neem je me in de maling. Kijk. Ik ga je kietelen. Ja, je neemt me in de maling, want ik zie het. Oh, ik ben benieuwd. Vandaag is er kans op 40 graden. Dat heb ik nog nooit meegemaakt in Nederland, dus niemand geloof ik. Ik ben heel benieuwd of we dat gaan halen. We nu eerst ons bed uit. Het is nog vrij vroeg. Het is nu nog niet zo heet. En ik ben gisteren dingen vergeten. Met boodschappen doen. Wel vergeten. Ja, wel vergeten. Vooral ik dacht dat ik het had. Ik had een gitton. Ja, dat stond nog. Maar dat hebben we. Daar hoeven we niet speciaal voor. Maar ik dacht dat we kipfilet hadden. En dat hebben we niet. En dat hadden we wel nodig voor het eten. Dus ik was het niet zozeer vergeten. Ik dacht dat ik het had. Baby eten. Ja. Nou, ik dacht ik hoef niet zo te rapen. Maar ik moet toch rapen. Dus dat wil ik wel nu zo doen, want ik heb geen zin als het 40 graden is. Of in ieder geval bijna 40 graden dan in de supermarkt te gaan. Dan ga ik liever nu het nog in de 20 graden is. Want dan haal ik gelijk toch wel even wat meer als ik toch moet. Ik wil thuis blijven. Ja, maar je kan niet alleen thuis blijven. Maar als we dat hebben gedaan, kunnen we daar wel weer zwemmen. Zonder en lekker slapen. Ja, dat vond ik een goed idee. Ik zei tegen Sarah, als we nou een beetje bij tijd eruit zijn. En dan gaan we zwemmen. En als het dan echt heel erg heet is, dan gaan we gewoon even slapen tussen de middag. Ja. Zeg maar. Maar ik was gisteravond echt heet. Wat was je? Het werd gisteren. Voor het gisteren te heet? Oh, te heet in je kamer. Maar je had al even geslapen, dus het was niet meer zo heet. Het viel mee. Ik had de hele tijd de airco aan gehad in je kamer en ik had doorgelucht. Dus het was toen jij naar bed ging net ervoor, toen ik keek was 27 graden in je kamer. Dus nou, voor bijna 40 graden buiten valt dat best wel mee. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, toen hadden we zoiets, nou misschien dan even in de middag slapen en dan gewoon wat later wakker blijven. Sowieso is dat wel een ritme wat mij wel aanspreekt. Leuk, wat gaat het toch, dus ik kan niks aan doen. Cutie pie. Cutie pie. Nou, ik ga er even uit, want deze kleine slak hier. Die neem in de maling. En dan gaan we even eten, even douchen aankleden. En dan gaan we de deur even uit. Zo, en dan nu weer die sauna in. En dan is het buiten al zo heet en dan is die auto gewoon nog heter. Ja, ik denk, hoe dan? Maar we zijn geslaagd. En nu eerst gordel uitstarten en daarna pas de deur dicht, want er staat de airco hier wel aan. Het is echt zo heet in de auto en dit is pas de ochtend. Ja, die airco gaat nu. Hoor maar. Oh, lang leef je airco hier zo. En dan nog zo actief met dit weer. Ik vind het echt heel knap. Opa, is het wel zwaar? Gaat het gelukkig wel goed met opa? We zijn thuis en we hebben vooral heel veel waterijsjes. Frieslollies, nog meer daarvan. En we zagen deze. Zij vond ze helemaal geweldig. Ik vind ze ook echt leuk. Ik ben benieuwd. Even alles snel de koelkast en de vriezer in. Sarah is net terug, die heeft een waterballetfeestje gevecht, weet ik het.
Niet ballet. Gehad met de buurkindjes. En we gaan nu even een siesta doen. We gaan gewoon even lekker slapen. We waren vroeg wakker. En dan kunnen we het vanavond iets later maken. Want dan willen we ook nog weg. Dus helemaal... Fijn met dit weer. En het wordt daar toch heel erg heet. Dus... Hallo. Kom mijn kind met mijn kleinkind slapen. Gezellig. Kijk, ze is net geboren. Wel toestemmen en tot zo. Beetje half mislukte poging. Ik was aan het wegzakken en Sarah nog helemaal niet. En dan wordt er weer aangeklopt en dat soort dingen. Blah. Dus Sarah gaat weer buiten spelen en ik ga de kamer maar opruimen even. En in de tuin zitten. En dat is mijn kleinkindje die net geboren is. Ja, Sarah de kleinkind. Nou, terwijl het staat er niet voor niets. De buurtkinders hebben het met z'n allen nu overgenomen. Zo schattig. Nou, we zijn klaar om weg te gaan. We gaan even buiten de deur eten. Ik heb deze jurk aan en ik ben vergeten waarvan die is. Dat is in ieder geval van vorig jaar. Ik heb de sandalen en een fucking kleintas. Ook een rokje van de Zara. Nee, een shirtje van de Zara. Rokje van de H&M en je Zara sandaaltjes. Een baby dan. Oh, en dan een... Deze is van... Die heeft een, het is een babyborn en die heeft een pappakje aan van babyborn. Nee, die... Oh, van Zap. Nee, ik weet het niet. Hij is van H&M. Oh, oké. En dan gaan we weer de sauna in. Time for some food. En hier nog een kindermenu. Ik weet niet of je de boter bij moest. Rek aan het spelen. Oh jeetje. Je kan er niet meer uit. Nou, het is wel lekker rustig. Oh, je kan wel naar boven. Waar ga je naartoe dan? Waar ben je dan? Ik ben je... Oh, daar kom je weer. Hi. Hij is nog veel te klein om uit de auto te rijden. Nou, Sarah, je baby is ontsnapt. Jeetje. Ik stel een stoeltje. Oh, stel een stoeltje. Heerlijk, het is nog druk voor zo laat. Het is gewoon al half negen. Kijk hoe druk het nog is op de straat. Kijk zo papa heeft. Zie dat? Top. Ja. Wil je schelpjes schoonspoelen? Ja. Dat is een trap, zie je dat? Ja. Die is wel cool, hè? Deze. Die is wel bijzonder. En deze. Ik heb hele mooie gevonden. Hij heeft een pok op zijn hoofd. Ja. Kijk, je hebt nog één oog zit er nog in. Welk je die weet. Kijk. Zo grappig weer. Kijk, met deze. Heel voorzichtig, anders valt hij uit elkaar. Kom maar. Cool, hè? Zijkant. Kijk, wat is dat? Net zoals de net. Net zoals de net, ja. Dat had ik ook nog gevallen. Krap. Krap. Geboofd. Wat ben je aan het doen? Ik ga. Een sneeuwzandengel. Nee. Hey. Oh, iedereen. Kijk of je papa in kan halen. Iedereen snel op. Gaan pakken. Gaan pakken. Gaan pakken.
Oh, dus hier wonen konijntjes. Ik heb wel een grote steen gevonden. Ja. Zeekonijnen. Nee. Wat dan? Meeuwen. Duinkonijnen. Meeuwen. 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 Konijnenkeutels van meeuwen. Nee, zonder konijnenkeutels. Van meeuwen. Kijk, er liggen heel veel konijnenkeutels. Dus dan wonen er ook konijntjes. Nee, ze waren op zoek naar iets. Oh. We lopen nu aan de andere kant van de duin. Hier heb je ook heel veel zand. Maar uit de zon, en zoals hier is het nog warm, maar het is wel echt lekker. Echt lekker. Oh, nou, we zijn bijna bij de auto. We zijn weer thuis, ik heb nog even bij Sarah gelegen. En ik denk dat ik het nog nooit zo warm heb meegemaakt in Nederland. Het is gewoon bijna 11 uur ondertussen. En het is gewoon nog 33 graden. Ik kan me niet herinneren. Ik weet één ding wat ik doe. Ik doe lekker mijn jurk uit. Lekker mijn ongoed lopen. Daar is dit weer zeer geschikt voor. Ik ga lekker naar mijn bedje. Ik zie je morgen. Doei!